Lang zal ze leven. Ja. In de gloria. Ja. Oreo's zijn weer vies, hè? Zo, witte schoenen. Eén slokje. Is het druk op jouw birthday? Ziet er weer lekker uit. Nou, dit is mijn kamer. Wij zijn de Naamkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie, in de gloria, in de gloria. Hippiep, hoera, hoera, hoera. Eline is jarig vandaag en die wilde graag naar Oudenbosch om de haartjes mooi te doen en om taart te halen bij papa. Dus wij gaan naar Oudenbosch en dan gaan we daarna weer snel terug naar hier. Want vandaag is het feest op de camping. Ik heb net heel even gedoucht en zometeen gaat iemand die bij ons werkt, gaat mijn haar doen. Die heeft volgens mij gisteren of eergisteren ook het haar van Guus aan Floor gedaan voor de bruiloft. Maar ik heb net gedoucht, dus ik moet nog even droog worden, anders ga ik straks nog feunen. En ik ga zo meteen even naar de bakkerij en dan ga ik kijken of mijn taart al klaar is. En misschien ga ik hem ook meenemen. En als mijn haar straks klaar is, kan ik ook nog met mijn vader mee naar de Sligo. Want die gaat straks naar de Sligo en dat vind ik leuk, want dan kan ik zelf allemaal lekkere dingetjes kopen. En ik heb dit shirtje. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Dit shirtje heb ik van Glitters. Dat is gewoon een winkeltje hier in ons dorp, waar ik vorige keer ook die shopvlog soort van had gedaan. Ik zal heel even... mijn telefoon nu tegenaan zetten. Ik heb, oh ja, dat is trouwens heel toevallig. Deze broek is ook van Glitters. En hij heeft van die dingetjes, zeg maar. En deze hele leuke schoenen. En die zijn van Voltaire Sneakers. Tenminste van Nike, maar ik heb ze bij Voltaire Sneakers op Instagram. We verkopen allerlei schoenen. En ja, super leuk vind ik ze. Zit ook echt zo lekker. Dus Voltaire Sneakers. Ik ga nu even naar de lunchroom en dan ga ik nog even voor mijn moeder een latte halen. Dat vind ze altijd heel lekker. En dan ga ik nu ook bij de taart kijken natuurlijk. Dus ja, ik ga nu naar buiten. Nou, Elientje komt eraan. Samen met Jan. Ik ga even wachten. Eline komt eraan. Gaan we dan zingen? Ja. Eline is jarig, hè? Gaan we zingen voor Eline? Ja. Ik ben echt al heel lang niet opgeladen. Gisteren zijn ze op geweest. Ja. Zal hem bij iemand... Die opladen was niet van mij. Die opladen was niet van mij. Nee, dat weet ik. Zag je hem rijden? Zo bloed het op, hè? Ja. Aankomt. We hebben nou gehutselde taart, denk ik. Een geklutste taart. Hey, papa, hey, je papa. Hey, Junior. Ik heb de jarige bij. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hiepe de piep, hoera. Hiepe de piep, hoera. Hiepe de piep, hoera. 14 keer. Citroenvloek. Ik weet niet tegen de tijd. Hoe doe je nou? 14? Het heeft mij heel goed geholpen met boodschappen. Ja, hier is de taart, kijk. Jij wist het al. Hele chocolade, volle chocoladetaart. Nee, Junior. Afblijven. Taart. Oh, Eline begon al te mopperen dat ik het in een deksel deed. Maar ja, voor onszelf doen we het in een deksel. Waarom? Er zijn wel eens deksels over. Er zit wel eens een deksel te veel in het pakket. Dat komt natuurlijk ook niet. Ja, appa. Ja, maar komt er maar niet aan. Hij is wel heel, 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 heel mooi. Heel vol. Lekker gebakjes. Ik kan echt wat doen? Gaan we eerst gebakje of gaan we eerst cadeautje doen? Eerst gebakje. Eerst gebakje of eerst cadeautje? Eerst cadeautje. Zullen we even binnenzetten? Ja, we doen maar eerst taart. Pak maar één aardbei. Mag één aardbei er pakken.
Ja. Ja, pak maar aardbei. Ja, aardbei. Ja, pak maar. Aardbei. Ja, pak maar één aardbei. Pak maar aardbei. Nee, dat is een spekje. Ja, dat is goed. Geen aardbei. Ik ga eerst even de beetjes doen, ja? Nee, doe maar eerst taart hoor. Ja, maar dat is zo vervelend als dan zo meteen dan... Ik kan me dan je cadeautjes zien. Is hij opgeladen? Nee. We zijn compleet, dankjewel oma. We gaan opladen kopen. Ja, ben je er klaar voor? Oh ja, nee. Hallo. Ze denkt dat ze een step krijgt. Ja, dat zegt ze. Ja, dat zegt ze. Ja, weet je waar ik haar. Hallo schatten. Deo. Ja. Oh, Oreo's, die vind je vies hè? Nee, die vind ik lekker. Ah, oh, crunchies. Ik weet niet wat het is, maar... Cleansing voor je gezicht. Ja, weet je waar? Jij doet dat altijd. Die mag je wel eten. Foam shower gel. Deze doe ik voor Merel. Ja. Oh, twee! Oh. Bruisbal. En? Lipbalsem. Ja, lipbalsem. Lipskruk. Wacht, ik ga even. Hij reed net naar beneden met dat ding vanaf. Eindelijk 14, omdat 4 keer. Ja, dat is dat. Ik lees wel even jouw eigen. En jou. Even kijken. Gefeliciteerd. Super fijne dag gewenst. Vandaag hebben we 14 jaar van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En een hele, leuke dag gewenst. Lekker rust van opa Lo. Dankjewel. Nou, dan liggen er. Liggen nog twee keer van Sissy. Zet even allemaal in de mandje. Waar is zijn bij? Ik weet wat dat is. Weet jij wat het is? Ja? Mag, mama, mag ik een cadeautje geven? Ja hoor. Ik weet echt niet wat het allemaal is. Dat is logisch. Ik weet echt niet. Hé, ik ben Nina. Ja? Cadeautje geven aan Nina? Ik ben Nina. Nee, ik ben... Ik. Eline? Oh, witte schoenen. Nee, je moet Eline. Ja, ga nou gewoon even zitten, Stanny. Of een nootje. Stanny? Ja. Ik doe ze zo meteen pas. Ja? Dat is echt heel mooi. Eline, wie mag hierna? Nee, dat is Eline. Moet je niet openmaken, lieverd? Aan Eline geven. Nou. Ik geef aan Eline geven. Eline is jarig, hè? Geef hem maar aan Eline. Mama, alsjeblieft. Meteen mag je die al geven. Oh. Die twee heb ik gewoon ingepakt. Nitsels. Nee! Toch de droge shampoo. Aan Eline geven. En ik nu? Nee, junior. Oh ja. Nee, heel even wachten. Oh, hij heeft hem opgemaakt, mijn stukje. Nee. Uitstekertjes om te bakken. Wauw, die wil ik ook wel. Dankjewel. Kijk, we gaan Dit is al open. Dit is al open. Haha, dat kietelt. Volgens mij stink jij, Eline. Ja, denk ik het ook. Dit is echt nooit gestinkt. Dat is die nieuwe, lijn in plaats van die groene. Mag ik eens helpen? Ja, dat was van dat mop. Dat precies zelf hoor. Ja, dat is een nieuwe verpakking. Ja, nou, het heeft ook geen geduld. Nee. Bakmix, papa. Nee. Mag ik hem zelf opmaken? Oh, icing. Dan moet je hierop doen. Kijk, dan kan je dat zo versieren. Kleurtje en dan moet je dat icing en dan kan je dat zo op een koekje doen en dan kan je stippen en lijntjes en zo maken. En, Dit is het grote cadeau. Daar moet je die koekjes mee maken. Dan moet je ze daarmee versieren met die spuitzak. Mag ik dat vandaag doen? Dat kan morgen of zo dan. Als je niet dan moet. Mag ik het dan Ik denk dat is zo voor gevorderde al. Nou. Wat zou dat zijn? Kleurstof eigenlijk niet. Dat is al voor gevorderde, hè? Dat is niet één slokje. Dat is niet één slokje. Ik weet ook gewoon alles. Nee, ik weet het allemaal al. Ja, ook nog kleurstof. Ja, ik had wel kleurtjes, alleen ben ik allemaal kwijt. Dat voor als je naar Barcelona gaat. Ja. Echt, was hij van Barcelona? Ah, papa! Barcelona?
mooie. Ja, anders had ik hem wel meegenomen, maar gaat het door. Die wilde ze, een paarse. Leuk hoor. Nou, Marlientje, ze druk op jouw birthday. Dus even brrr. Hartstikke druk op jouw verjaardag. Eline is aan het zorgen. Papa is aan het barbecuen. Eline zorgt voor het brood. En hoe is hier? Ben je aan het uitdagen? Nou, zo. Ja, dat weet ik. Had ik al in de gaten. Caravan arrest. Waar had hij? Caravan arrest. Caravan arrest. Caravan arrest. Sperpjes liggen erop. Satéetjes liggen erop. Ziet er weer lekker uit. Zoek de sprink aan. Komt jouw vaderdagpannetje goed van pas? Even. Precies een mooi klein dingetje. Even een snel satésoutje maken. Hoe was jouw verjaardag? Leuk. Leuk? Ja? Zo krijg je muggen, liefie. Hoe krijg je muggen? Je ramen open laten staan. Zo krijg je muggen. En je lamp aan laten staan. Ja. Nou, ik had die lamp niet aangedaan. Het stam wordt allemaal gestoken door de mug. Ja. Ik word nooit gestoken. Ik heb er 3 in mijn hoofd, 2 in mijn buik. Ja? En je moeder wordt ook altijd gestoken. Ja, maar die zorgt wel dat de deur dicht is. Altijd als ik in jullie kamer zo'n pak zou. Oh, even kijken op Eline's bed met haar cadeaus. Er zijn nog 5 kinderen thuis en 3 de hort op. Nout, Flo en Guus. Merel die ligt al op bed denk ik, die slaapt al. Ja, oh. Oh nee, ze is nog wel wakker, maar jullie gaan wel op bed, Merel. Op vanmiddag, toen mijn visite was. Maar de liefde ligt ook al op bed. Merel, hoor ik lekker toch? Ja, ik ga morgen werken. Worstbroodjes maken. Ja, worstbroodjes maken. Een webshop. Worstenbroodjes. Ziet net erin vallen. Worstenbroodjes. En heb je leuke cadeaus gehad? Wil je nog iets laten zien wat je gehad hebt? Laten we even mijn bed zien, maar ik heb net een ring laten vallen, die wil ik wel graag terug. Mijn ring? Nee, dan. Ik vind dat slot vind ik wel mooi. Dat is, kijk, dat is een beetje... Dat is eigenlijk iets wat ik gegeven heb. Dat is dat je nog op slot bent. Voor de jongens. Nou, dit is dus mijn kamer. Oké, okay, ja, hier staan gewoon schoenen. Snoepzak, allemaal dingetjes, kaartje, ja dit is het. Ligt lekker vol, dus dan ga ik zo meteen nog even opruimen, anders kan ik niet slapen, want ik ga wel zo slapen. Ben je moe? Ik wou eigenlijk nog met, ja wel een beetje, ik wou eigenlijk nog met ook naar buiten gaan, maar dacht ja ik ga wel slapen zo. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag, morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Wow, luid opletten! Anders hebben we geen beenruimte. Kijk met Eline, zat hij in de finale. Wil je ook nog een blond Merel? Nee. Maar het is ook een heel toeristisch dorpje. Ja. Ik ben makkelijk om Koba. En frietjes met stokjes. Hè? Lekker bezig.